Yes guys, Paul hier. Welkom weer bij een gloednieuwe video. En in deze video ga ik het met je hebben over stop met op safe spelen. Ik zie superveel mensen die op safe spelen en eigenlijk heel veilig door het leven gaan. En ja, door die veiligheid bereik je uiteindelijk misschien niet het leven wat je wel graag zou willen bereiken. Ik ga je precies vertellen wat er dus gebeurt en hoe jij dit kan veranderen. Nou, je bent uiteindelijk voorgelogen, de Unie is een scam. Vroeger, in de tijd van dat mijn ouders jong waren, was het nog wel noodzakelijk om universiteit te hebben. In ieder geval noodzakelijk. In ieder geval de moeite waard, aangezien je dan een beter betaalde baan kan krijgen. Nu is het nog niet eens zeker dat je een baan krijgt met een universitaire studie. Je gooit niet alleen misschien 4 jaar van je leven weg, maar ook 10 en 10.000 euro's. En eigenlijk kom je vaak nergens en leer je niks. En waarschijnlijk ga je er ook niks mee doen, grote kans. Dat zie ik heel vaak terugkomen in mijn omgeving. Nou, de 9 tot 5 is het trap. Als je vast komt te zitten in een 9 tot 5 kantoorbaantje. Ja, dat is precies wat het systeem van jou wil. Naar school gaan, naar de universiteit gaan. Een 9 tot 5 nemen, een hypotheek nemen, een grotere auto nemen. En daarmee wil ik alleen maar zeggen dat de overheid er niet is voor jou. En de overheid komt je ook niet helpen. En de gemiddelde baan zal er dus ook voor zorgen dat je werkt totdat je doodgaat. Dus stel je voor dat je nu 20 bent en je moet tot je 67ste werken momenteel in Nederland. Nou, op het punt dat jij 67 bent, over die 47 jaar, kan ik je vertellen dat die leeftijdsgrens sowieso weer omhoog is en werk jezelf ja, helemaal dood eigenlijk. Het is nu ook bijna in Nederland onmogelijk om een huis te kunnen bezitten. En dat is ook een van de redenen waarom ik Nederland heb verlaten. Het is veel makkelijker voor ze om asielzoekers binnen te laten ten opzichte van eigen mensen een huis te geven, wat natuurlijk helemaal nergens op slaat. En ze maken het ook onmogelijk om de wereld rond te reizen, aangezien je vastzit in een kantoorbaantje. Dus dan kan je ook niet weg. En je bent dus ook niet capabel om voor je naasten te zorgen. Je kan dus niet genoeg geld maken om rond te komen. Je hebt een partner nodig, een vrouw in het leven, of een man, het ligt aan op welke slag je valt in dit geval, om samen rond te kunnen komen. Vroeger kon iemand als postbode zelfs al een huis kopen. Ja, nu als postbode ga je het gewoon niet redden. Dus dat is gewoon het grote verschil tussen nu en 10, 20, 30, 40 jaar geleden. En dit is de veilige optie. Dus die Unie doen, die 9 tot 5 doen. Gemiddeld leven, het is een veilige optie, maar het is allemaal fake. En het zal je hoogstwaarschijnlijk geen voldoening brengen als je dit soort video's kijkt. Dus als de veilige optie niet langer veilig is, wat moet je dan doen? Dit is hoe je angst gaat vermijden en dat is gewoon de sprong nemen. Als je dromen op pauze zet vanwege een leugen, is er maar één uitweg. Je wil financieel, emotioneel en spiritueel vrij worden. En daarom moet je een sprong nemen in het diepe en daarmee dus een risico nemen. Hoe overkom je deze angst? Gebruik spijt om angst te overwinnen. Denk van, hey, je voelt die angst om datgene te doen. Maar wat zou het zijn als je het niet doet? Wat zijn de consequenties in life over 10 jaar als je deze beslissing misschien niet maakt? Als je die business niet start? Als je die sprong niet neemt? Als je niet dat doet wat je zo graag al heel lang wilt gaan doen? Zou je terugkijken op je leven en bang te zijn om deze stap te zetten? Aan het eind van de dag, als je straks op je sterfbed ligt, gaat het niet om hoeveel je hebt verdiend waarschijnlijk, maar meer wat je hebt gedaan en hoe je dat hebt gedaan. Of zou je spijt hebben dat je op je sterfbed ligt en dat je nooit de kans hebt genomen die je graag had willen nemen? En ja, dan ga je langzaam dood en denken dat dat het echt is. Die 9 tot 5, die Unie, dat onvolledige leven dat niet maximale potentie uit jezelf kunnen halen. Is dat echt iets wat je graag wilt? Als je niet weet waar je moet beginnen, gebruik deze oefening dan. Stel je voor dat je momenteel dood aan het gaan bent. Je krijgt terug op het leven op die laatste paar momenten. Wat wilde je graag dat je had gedaan? En dit is een hele goede oefening voor jou om te doen. Een oefening die ik zelf momenteel ook ga doen na deze video. En je krijgt terug op het leven op die laatste paar momenten. En wat had je graag gedaan? En zo analyseer ik mijzelf eigenlijk ook. Dus ik kijk eigenlijk altijd dagelijks terug van, hey, wat heb ik vandaag gedaan? Wat is de beste keuze die ik kan maken? Dat doe ik over een weekperiode, een maandperiode, maar ook over een jaarperiode. Ik ga nu richting het einde van het jaar en dan kijk ik altijd terug van, hey, wat heb ik dit jaar gedaan? Wat wil ik volgend jaar doen en wat wil ik veranderen? Dus natuurlijk wil ik elk jaar meer geld verdienen en andere plekken bezoeken, et cetera. Maar hoe verander ik nu mijn leven? En dat heb ik dus bewust gedaan door nu bijvoorbeeld 2 maanden in Bali te zitten, kijken hoe het hier voor mij is. En volgende maand, in ieder geval volgend jaar, ben ik dus van plan om 6 maanden ergens te gaan zitten.
op één specifieke plek. Ik heb vaker rondgereisd en dan kom je weer terug thuis en dan ga je weer reizen, et cetera. Ik ga er nu voor kiezen om gewoon een langere periode helemaal ja, op mezelf afhankelijk te zijn en gewoon live te ervaren. En dat ga ik allemaal met jullie delen. Ik hoop dat je dit een super interessante video vond. Volg me zeker op Instagram, Paul van Sprundel, en dan check je weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.